Wil jij nou ook zo graag je gezondheid naar een hoger level tillen? Ik heb hier 5 tips voor je hoe je met supermakkelijke aanpassingen beter bent voor je lijf. Gebruik geen plastic spatels of lepels. Ik heb die krengetjes in het verleden gehad en wat je op een gegeven moment ziet is dat het een beetje smelt. Hier en daar smelten er gewoon stukjes weg door de hete pannen. Dat plastic komt in je eten en dus gaat het bij jou naar binnen. Dat wil je niet. Gebruik gewoon metaal of hout. Hetzelfde geldt voor snijplanken. Heel veel mensen gebruiken plastic snijplanken. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat er eigenlijk allemaal stukjes plastic loskomen. Dat wil je natuurlijk niet in je eten. Daarom is hout een ideale oplossing. Deze heb ik ooit voor een habbekrat een aantal bij de Action gekocht. En ze zijn super handig, want ze hebben 2 verschillende kanten. Deze gebruik ik zelf voor vis en vlees. En hier snij ik al het andere op. Super makkelijk. Dan heb ik nog een super simpele tip voor je. Heel veel mensen gebruiken aluminiumfolie. Ze weten alleen niet dat het verhit groot nadeel heeft voor je gezondheid. En aluminium krijgen we op veel manieren binnen. Maar door deze in ieder geval te vervangen door bijvoorbeeld bakpapier, win je toch weer wat van je gezondheid terug. Heb jij nou ook graag een schone keuken? Maak dan gewoon schoon met azijn. En laat vooral deze agressieve middelen buiten de deur. Azijn maakt echt prima schoon en je kunt het ook heel makkelijk in de spuitfles doen. Als je een extra fris luchtje eraan wil, gooi er wat citroenschilletjes in. Dan nu de laatste en misschien wel meest belangrijke tip. Heb jij nog pannen met een anti-aanbaklaag? Gooi deze dan na het kijken van de video meteen bij het grofvuil. Ik zal je laten zien waarom. Ik heb er hier eentje. En zoals je ziet gaat deze laag op een gegeven moment toch kapot. Hij is verlijmd met allemaal schadelijke stoffen en deze krijg je dus binnen. Dat vertellen ze er niet bij in de winkel. Gebruik liever roestvrij staal of carbon. Ik heb er hier eentje van carbon. En deze is echt helemaal geweldig. Je moet ze wel inbranden en ze zijn wat zwaarder. Maar ik beloof je, je eten smaakt veel beter. Wil je nou weten hoe je deze pan in kunt branden of hoe je ze moet onderhouden? Klik dan zo meteen op de links die hier verschijnen. En heb jij zelf nog goede tips voor een gezondere keuken? Plaats ze dan even bij de reacties hieronder. Alvast bedankt!